sad. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. I command you, as King of the Britons, to stand aside. I move for no man. So be it. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that then? I've heard worse. You liar! Come on, you pansy! Victory is mine! We thank thee, Lord, that in thy mercy... Come on, then! What? Have at you! You are indeed brave, Sir Knight, but the fight is mine. Oh, had enough, eh? Look, you stupid bastard, you've got no arms left. Yes, I have. Look! It's just a flesh wound. Look, stop that! Chicken! Chicken! Look, I'll have your leg. Right! Right, I'll do you for that. You what? Come here! What are you gonna do, bleed on me? I'm invincible! You're a loony. The Black Knight always triumphs! How about you? Come on, then. Oh. All right. We'll call it a draw. Come, Patsy. Oh, I see. Running away, eh? You yellow bastard! Come back here and take what's coming to you! I'll bite your legs off! Dit blijft toch een van mijn favoriete films aller tijden, Monty Python en The Holy Grail. Zalig toch, hè, die Britse humor van John Cleese en co. En dat anno 1975, man. Jammer voor onze vriend, de Zwarte Ridder, dat hij het duel moest staken, omdat hij op den duur geen ledematen meer over had. Hoe fantastisch zou het zijn, moesten die armen en die benen terug aangroeien. Maar jammer genoeg, bij ons zoogdieren lukt dat niet. Ons lichaam produceert namelijk direct bloedplaatjes die er gaan voor zorgen dat het bloeden zo snel mogelijk stopt en dat we niet gaan doodbloeden. Op die manier verhindert ons lichaam dus zelf dat een verloren vinger bijvoorbeeld weer zou aangroeien. Natuurlijk, er zijn nog wel wat andere praktische problemen, maar daar begint het al mee. Maar er is hoop. In de Verenigde Staten aan de Tufts University zijn ze erin geslaagd om bij een kikker een poot te amputeren en die op 18 maanden tijd opnieuw te laten aangroeien. Essentieel was wel dat ze de eerste 24 uur gezorgd hebben dat er geen weefsel kon gevormd worden dat de wonden zou afsluiten. De onderzoekers die gebruikten daarbij een siliconen kapje gevuld met een vijftal medicijnen. Die medicijnen die moesten er onder andere voor zorgen dat er geen ontsteking kwam, dat er dus geen bindweefsel gevormd werd, want dat sluit die wonden dan volledig af, en dat de aanmaak van nieuwe zenuwcellen, bloedvaten, nieuwe spieren gestimuleerd werd. En wat bleek nu? Er was massaal veel weefselgroei, wat leidde tot een bijna perfecte poot. Er werd een nieuw skelet gevormd, de spieren waren bezenuwd en konden weer worden gebruikt om te zwemmen bijvoorbeeld, en er werden zelfs tenen gevormd. Alleen, die tenen hadden geen skeletbeentjes binnenin, en die konden dus eigenlijk niet echt functioneren, maar ze waren er wel. Maar stel je nu eens voor wat dat kan betekenen als dit ook zou werken bij zoogdieren. Spannend, als dit ooit zou slagen. In de natuur kennen we of komen al soorten voor die van nature uit dit regeneratievermogen of herstelvermogen hebben. Denk bijvoorbeeld aan hagedissen, salamanders, zeesterren, krabben of platwormen. En hier rechtsboven zie je een platworm. Het leuke bij die diertjes is, als je die in twee stukken zou knippen, dan gaat er uit elk stuk een volledig nieuw levend individu ontstaan. Hoe cool is dat?
Hoe dat genezingsproces precies in elkaar zit, wordt nog volop onderzocht, maar wat ze nu wel ontdekt hebben is waarom bij hagedissen bijvoorbeeld de staart pas gaat afbreken als je die vastneemt. Waarom bijvoorbeeld breekt die staart niet af als ze die gaan gebruiken om te klimmen? Want die staart die moet dus eigenlijk tegelijkertijd sterk zijn, maar moet ook makkelijk afbreken als die hagedis bijvoorbeeld aangevallen wordt. En op die paradox, of die schijnbare tegenstrijdigheid, daar hebben ze nu een antwoord op gevonden. Hoe zijn ze hiervoor te werk gegaan? Wel, eerst moesten ze natuurlijk een heleboel hagedissen vangen in het wild. En toen hebben ze de proef op de som genomen en zijn ze de diertjes beginnen plagen door aan hun staart te trekken. En effectief, na het uitoefenen van een beetje extra kracht op de staart, kwam die staart vrij makkelijk los van het lichaam. Zonder al te veel paniek bij de diertjes zelf. Ze hebben dat alles gefilmd met high-speed camera's, met heel veel beelden per seconde dus. En wat zagen ze? Dat bij het afbreken van de staart nog restjes weefsel achterbleven op het stompje bij de hagedis en dat er ook kleine holtes waren. En dat zagen ze ook bij het afgebroken stukje staart. Die twee die pasten dus perfect in elkaar, een beetje zoals een stekker in een stopcontact. Onder de elektronenmicroscoop zagen ze op dat spierweefsel nog kleinere paddenstoelachtige bultjes en daarop zaten nog eens mini kleine poriën. En het is een combinatie van die drie structuren die tegelijkertijd voor de sterkte en voor het afbreken dient. Want als je aan de staart trekt op een rechte manier, dan breekt hij bijna nooit af. Maar ga je een soort draai- en trekbeweging maken, dan heb je de staart in je hand en is de hagedis weg. Dat is wat er gebeurt als een predator de staart van de hagedis vastpakt. Dan gaat de hagedis zijn achterlijf kort draaien, waardoor de staart afbreekt en moet onze aanvaller tevreden zijn met een stukje staart in plaats van met de volledige hagedis. En onze hagedis die krijgt na enkele maanden een volledig nieuwe staart. Heel wonderbaarlijk hoe moeder natuur dat heeft voorzien. Hè? Voilà, met dit eindgoed al goed kunnen we het weetje van deze week weer afsluiten. Bedankt aan collega Birgit om mij deze tip te bezorgen. En als jullie nog leuke of interessante weetjes zien passeren of jullie hebben een prangende vraag, aarzel dan zeker niet om mij te contacteren. Een mailtje naar weetjevandeweek@gmail.com, dat volstaat. Dus bedankt voor het luisteren en tot volgende week.